Hallo, dag vrienden allemaal. Wij zijn al klaar om naar ons bedje te gaan. Wij gaan bijna slapen in onze tent, maar eerst ga ik nog een verhaal voor jullie voorlezen. En het verhaal heet Heksje Mimi op vakantie. En jullie kennen Heksje Mimi, want in de klas hebben wij daar ook al verhalen over gelezen, hè vrienden? Maar voordat ik ga beginnen, ga ik mijn lichtje aansteken. Mijn lantaarntje. Luisteren jullie mee? Heksje Mimi op vakantie. In dit kleine rode huisje boven op de berg woont Mimi. Mimi is een heksje met een echte heksenhoed en een echte heksenbezem. Ze kan al goed vliegen en toveren. Dat lukt ook al een heel klein beetje. Heksje Mimi gaat voor de allereerste keer op vakantie. Ze probeert al haar vakantiespulletjes in een koffer te proppen. Een zonnebril, een tandenborstel, zonnecrème, een bikini, een pyjama, schone onderbroekjes, een boek, een knuffel, een slaapzak en een tent. En het past allemaal maar net in haar koffertje. Toet, 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 daar is de bus al. Heksje Mimi en haar vriendjes die gaan naar zee. Dat is heel erg lang rijden en onderweg zingen ze dan liedjes. Ze vertellen grappige mopjes en ze zwaaien naar de auto's die voorbij rijden en spelen spelletjes in de auto. Het busje die wiebelt heen en weer. Alleen Roosje, die is heel erg stil. Ze is in slaap gevallen. En Mare, de heks, die zeurt. De hele tijd. Is het nog ver? Vraagt ze. Ik heb honger. Ik heb dorst. Zijn we er bijna? Ik moet plassen. Ik moet plassen. Ik moet nu plassen. Het is tijd voor de grote plaspauze. Eén voor één stappen de heksjes uit de bus. Ze zoeken een rustig plekje uit om pipi te doen. Een plekje waar niemand hen kan zien. Oogjes dicht! Niemand mag kijken! Roept Mimi. Kijk hoe grappig. Al die heksjes die gaan eventjes pipi doen aan de kant van de weg. En ze verstoppen zich goed, zodat niemand hen kan zien. Na een heel lange rit, een picknick langs de kant van de weg en veel gezeur van Mare, zijn de heksjes eindelijk aan zee. Het zonnetje schijnt, het is lekker warm en het water van de zee is diepblauw. Iedereen helpt mee om de koffers uit te laden en de tenten op te zetten. Oeh, ik heb lekker een hokuspokus 1, 2, 3 tent, glundert Mimi. Met een toverspreuk staat hij vloep recht, voor je tot 3 kan tellen. Dat is een beetje zoals onze tent in Cookie Monster, dat ging ook super snel. Mag ik bij jou in de tent slapen? Vraagt Roosje. Maar kijk, dat ziet er weer al super gezellig uit op de camping.
Op het strand is het erg gezellig druk. Heksje Mimi die rent meteen naar het water om te gaan surfen. Kom Roosje, roept ze. En de heksjes die spelen op het strand en in het water. Ze maken zandkastelen, varen met een bootje, ze vangen krabben. Maar Roosje die legt eerst nog vlug haar handdoek op een lichtstoel. Dit is mijn plekje hoor, lacht ze. Heksje Mimi wil haar nieuwe vlieger oplaten, maar er is niet genoeg wind. Ik zal die vlieger eens lekker hard laten gaan, giechelt Roosje. En ze fluistert, hocus, pocus, pas. Ik wou dat er heel veel wind was. Help, gilt heksje Mimi plots. De wind die waait en waait zo hard dat Mimi mee in de lucht vliegt. De andere heksenvriendjes die willen Mimi helpen, maar ook zij vliegen de lucht in. Roosje die schrikt. O jee, wat heeft ze nu toch gedaan? Vlug begint ze weer te toveren. Hocus pocus pas, ik wou dat de wind terug weg was. Oef, de toverspreuk die werkt gelukkig. En de wind die gaat meteen weer liggen. Dat was ik niet hoor, zegt Roosje zacht. Van al dat spelen en toveren op het strand krijgen de heksjes honger. Kom, we gaan een ijsje eten, zegt Mimi. Mimi, die is dol op ijsjes. Het liefst zou ze de hele dag en ook de hele nacht alle ijsjes opsmullen. Ze neemt wel 9 bollen. Hé, Mimi, wat ben jij gulzig, zegt Roosje. En zij heeft maar 2 bollen. Het wordt stilletjes aan donker buiten. De heksjes die sprokkelen hout om het vuur van de barbecue aan te maken. Vanavond eten ze worstjes. Het is reuze gezellig en ze zingen vakantieliedjes en vertellen mopjes. Wauw, ik weet nog een heel leuk spelletje, zegt Mimi dan. Verstoppertje in het donker. En ze begint al te tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie niet weg is, is gezien. Mimi die zoekt achter de bomen en tussen de tenten. Mare, Nore, Lore, Sarah, gezien! Mimi heeft ze al heel snel gevonden. Maar waar is Roosje toch? Roosje, Roosje! Waar ben je? Mimi en haar heksenvriendjes zoeken overal. Op het strand, in het bos, langs het water, tussen alle tenten. En dan schrikt Mimi zich een hoedje. Er zit iets in mijn tent. Ze weet het zeker. Ze hoort gesnurk.
en ziet de schaduw van een heel eng en harig beest. Voorzichtig trekt heksje Mimi het tentzeil opzij en meteen ziet ze dat het grote, enge en harige beest gewoon Roosje is. Roosje wilde zich verstoppen in haar tent en ze is er in slaap gevallen. Maar Mimi en de andere heksjes, die zijn nog niet moe hoor. Ze willen lekker lang opblijven, want het is vakantie. Dat was het verhaal over heksje Mimi op vakantie. Zeg vrienden, dat was wel een beetje eng, die schaduw. Kennen jullie dat, een schaduw? Dat een schaduw dat komt, daar heb je licht voor nodig. En dan heb je een voorwerp en dan wordt het eigenlijk hetzelfde, maar dan zwart. Dat is heel moeilijk om uit te leggen wat een schaduw is. Je moet zelf maar eens in het zonnetje gaan staan en dan kan je jezelf zien. En dan zie je je schaduw. Moet maar eens proberen. Goed. Ik geef nog een opdracht bij over schaduwen. En dat moet zo. Kijk. De heksjes die hebben in het verhaal een ijsje gegeten. Weet jullie nog? Mimi, die heeft wel heel veel ijsjes gegeten, hè vrienden? Nu moet je zoeken naar de juiste schaduw. En dan moet je een lijn trekken. Kijk goed. Dus dan zie je hier een koep met wel 3 bollen ijs. En dan moet je gaan zoeken aan de andere kant, bij de schaduwen, of je ergens hetzelfde ziet, maar dan zwart. Kijk. En als je goed ziet, zie je dat dit dezelfde is. En dan mag je met een potlood of met een stift een lijn trekken. Zo. Zien jullie het? En zo mogen jullie zelf verder al die ijsjes afwerken. Maar wij gaan dat nog niet doen, hè, Cookie Monster, want dan gaan wij alles aan verklappen aan de kindjes. Jullie mogen dit zelf proberen. En we hebben er nog zo eentje. Maar dat is er dan één met tenten. Allemaal verschillende soorten tenten. De heksen die hebben gekampeerd met allemaal hun verschillende tentjes. En na het spelen, ze waren verstoppertje aan het spelen in het donker, hè, was het wel heel moeilijk om in de donker hun eigen tent terug te vinden. Jullie kunnen hen vast wel helpen. Kijk maar. Dat is een beetje dezelfde opdracht als met de ijsjes. En kijk je goed naar die tent. En dan zoek je of je dezelfde tent helemaal in het zwart kan terugvinden. Zoek de schaduw. Dus dan moet je goed kijken. Is dit dezelfde? Nee. Deze is ook niet dezelfde. Staat hier een vlag op? Nee. Is dit dezelfde? Kijk, dit is dezelfde tint in het donker. En dan mag je met een stift of een potlood terug een lijn tekenen van dat bolletje naar de juiste schaduw. Zo. En dan mogen jullie ook al die andere tinten doen. Goed. Dat mogen jullie wel een keertje doen als jullie dat willen. Maar wij gaan slapen, hè, Cookie Monster. Kom maar. Mag jij ook nog in je slaapzak kruipen? En dan gaan wij zo dadelijk het lichtje uitdoen. En dan gaan wij gezellig slapen op Camping Cookie. Zeg jij nog graag goeiedag tegen de kindjes? Oh, dag vrienden allemaal. Tot de volgende keer. Wij gaan nu lekker slapen. Wij gaan inderdaad slapen. Niet te veel snurken, hè, Cookie Monster. Want jij kan soms heel erg veel snurken. Oh, ik snurk nooit, juf Annelies. Oké, goed. Dag! Dag vrienden allemaal, slaap wel!
Ah, Cookie Monster.